In de laatste week van oktober speelt Rode JC Kerkrade 2-0 tegen Ajax en daar kunt u heel voordelig heen. Kaarten voor het bekerduel zijn dan vanaf €7,50 te koop. Kijk op rodejc.nl voor meer informatie. Komende zondag speelt Rode JC het 10e eredivisieduel van dit seizoen. Tegenstander in Alkmaar is AZ. Het wordt alweer de 30e keer dat de beide ploegen elkaar ontmoeten. Roda wist 7 keer te winnen. Na 2 opeenvolgende overwinningen is het goede gevoel terug. Dat je in deze fase waar je toch 2 echt stevige nederlagen hebt, dat je dat ook op deze manier meteen weer omzet. Met goede overwinningen, met in 2 wedstrijden 8 doelpunten te maken en natuurlijk ook 6 punten te pakken. Dus we moeten daarin niet de euforie blazen, wat ik ook zei na de nederlagen die je ooit hebt geleden, want niet te negatief zijn. Je moet kijken van waar de groep komt. En mensen die eigenlijk voetbal lezen en begrijpen wat er eigenlijk zich afspeelt bij een club, die hebben daar eigenlijk een heel logische verklaring voor. En eigenlijk is dat ook zo. Vorig seizoen won Rode JC het duel in Alkmaar met 1-2. Willem Jansen maakte in de 52e minuut de beslissende treffer. Ruimte voor Roda. Voor Skobu, ja, die legt hem goed terug en dan is het zomaar 2-1 voor Roda. Wat mooi uitgespeeld dit. AZ is op dit moment de koploper in de eredivisie en speelt ook goed en verzorgd voetbal. Ik denk dat er geen discussie is over wie aan de leiding staat op dit moment. Ook de overtuiging die je zag, het vertrouwen die je zag toen ze ook in Amsterdam de eerste helft aan het voetballen waren. Nee, ik denk dat zij de meer dan terecht het eerste staan. En wat maakt AZ zo moeilijk te verslaan? Goed, ik vind dat zij in alle linies een heel goede bezetting hebben. Zij hebben er ook mensen die dat ook kunnen vervangen. Natuurlijk door de winst die ze hebben gemaakt is het elftal verder ontplooid. En zie je dat het een team is die heel goed weet waar ze aan toe zijn. En die geduldig kan blijven en ook weet dat ze hun kansen gaan afdwingen. Is ieder punt dat je daar pakt een bonuspunt? Nou, zo zie ik dat nooit. Ik denk dat je overal moet gaan voor winst en voor je kwaliteiten uit te spelen. Sanarib Malki scoort de afgelopen weken aan de lopende band. Dit in tegenstelling tot Mats Jonker, die na 9 duels nog op slechts 1 treffer staat. Kijk, als je 8 goals maakt en ziet hoeveel goals dat Mats betrokken is, dan geeft het genoeg aan dat Mats in een iets andere rol komt. Dat je als je met Malki speelt, dat hij meestal de diepste is, waar Mats in feite iets meer voor die assisten zorgt. Ja goed, dan valt het op dat de ene scoort en de ander iets minder. Maar ik ben alleen maar blij als we veel scoren natuurlijk. Voor Roda is het nu zaak om het goede gevoel vast te houden. Ik leg nu de nadruk vooral op continuïteit en steeds meer een herkenbaar Roda. Dat steeds meer ook probeert vanuit eigen kwaliteit het spel op te dringen om door te groeien. En dat wil ik van week tot week verbeterd zien. We hebben natuurlijk met AZ en dan de Ajax 2 keer achteraan. En Heerenveen opnieuw weer een heel moeilijke wedstrijden voor de boeg. En dan heb je inderdaad een 3-4 wedstrijden voor de winterstop. Waar je dan hopelijk weer nog wat extra de lijn kunt doortrekken. Dus alles wat we nu de komende week wat extra kunnen doen is meegenomen. En moet vertrouwen geven om zeker naar het einde van de eerste ronde op een mooie plaats weer te staan.